Wat je niet zag in Chantal komt werken. Chantal loopt een dienst mee met de verpleging in het Prinses Maxima Centrum. Hier zorgen ze voor kinderen met kanker. Arno geeft haar een rondleiding. Crocs, nee, crocs zijn echt verboden. Serieus. Wat is dit eigenlijk? Ja, dit is wat we noemen de bouwplaat. Ja. Maar we hebben ook verschillende plekken. Die zijn gesponsord via de Prinses Maxima Foundation. En dat zijn plekken in het ziekenhuis waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Dit is voor elk kind fantastisch, toch? En hier hebben we de tiener lounge. Hallo. Hallo. Yes. Hi. Hi. Yuna? Ja. Hi. Hi. Chantal. En jij bent? Xavier. Hoe gaat het? Goed. Wil je proberen? Dus nu zijn jullie twee tegen mij. Ja. Oh, ga je even samen? Ja. Dan zie ik je zo weer. Ja. Hou je er niet te lang op, Yuna? Nee. Nee? Oh, hij is heel streng. Ja. Oké, die hadden we even niet aanzien komen. Maar jij bent hier nu ook? Ja, ik ben hier niet om te blijven nu, want ik ben eigenlijk al genezen. Ah, wat maar was er met jou aan de hand? Ik had lymfeklierkanker. En wanneer is dat ontdekt? Afgelopen juni. En ging het toen meteen al niet goed? Nee, toen had ik gewoon een bult in mijn nek en toen dacht ze eerst dat het een steenpuist was. Dat meen je? Ja. Maar hoe is dat dan als je hoort, nee, dat is het niet? Ja, dat was wel een beetje schrikken. Ja? Ja. En ben je toen meteen helemaal hier in de medische molen gegaan? Ja. Toen ik binnenkwam had ik wel echt, zag ik allemaal kale kopjes en zo. Toen dacht ik wel, oh mijn god, help. En toen... Ja. Had je lang haar eerst? Heel lang. Tot hier ongeveer. Dat doen broertjes, hè? Ja. En toen heb je chemo gehad? Ja, 6 kuren met een 3 kuur erbij, dus in totaal 7 eigenlijk. En hoe was dat om te hebben? Ja, het was best wel heftig, want van de... Voelde je slecht? Ja, want door de dexamethason voel je je heel slecht, want dan word je ook depressief en zo. Maar door de chemo zelf krijg je heel veel buikpijn. En hoe voel je nu? Veel beter. En hebben ze nu ook gezegd, de kanker is helemaal weg? Ja. Wat doe je nu hier dan? Ik heb nog wel controles, ik moet weer bloed prikken. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe je haar dan eerst was. Nou, ik kan het wel even pakken, want ik heb mijn bruid laten maken ervan. Oh, ik dacht je gaat je haar even pakken. Nee, ja, het is ook mijn eigen haar. Oh, dit had ik dus afgeknipt om een haarband ervan te laten maken. Je kan er ook nog een baard van maken. Dat kan ook nog altijd. En heb je veel steun gehad aan je vriendinnen? Ja, ja, want die heb ook een haar voor me afgeknipt. Dat vond ik wel echt heel lief. Dat meen je? Ja. Ook zo kort? Ja. Niet zo kort. Nee, nee. Oké, okay, maar wel een heel stuk. En zo. Ja. Hey, dat is jouw mama. Ja. Hoe fijn is dit? Dat ze hier gewoon zo staat. Ja, echt ontzettend fijn. Hele zomer hebben we in dit ziekenhuis gezeten. Ja. En eind december hoorden we dat ze schoon was. Weet je hoe het met mama ging toen jij ziek was? Kan je dat... Heb je het daarover? Of zeg je nee, ik sluit mijn eigen gevoelens voor haar af? Weet je dat eigenlijk niet? Nou, ik was eigenlijk meer een soort coach op een gegeven moment. Ja. Zij wilde gewoon op een gegeven moment echt niet meer. Ze wilde niet meer naar het ziekenhuis. Zij heeft haar paal met alle infuuszakken eraan omvergesmeten hier door de gang. Ze wilde van het balkon afspringen. Maar goed, dat zijn dus de medicijnen die spreken, hoorden we uiteindelijk van de dokter. Het was wel heftig, ook psychisch, zeg maar. Ja. En hoe is het om hier weer te zijn als je een controle hebt? Ja, we zijn hier echt fantastisch geholpen en nog steeds... Heel blij dat we hier alle controles mogen doen en dat de haar weer groeit. En we bewaren wel het haar, maar de rest, we hebben al heel veel spullen van de ziekte ritueel weggegooid. Maar die ketting, heb je ook zo'n ketting gehad? Ja. Ah ja. Hier begon het. Als je die dan zo vast hebt, hoe kijk je daar dan op terug? Wow, dit is veel en zo meer. Ja, we gaan er gewoon voor dat er niks meer bij komt. Ja. Toch? Nou, ik wens jullie heel veel geluk. Ik ga verder, want Arno heeft me nodig, denk ik. Werkzaam. Ja, dankjewel. Ja. Veel geluk. Doei. Dankjewel.